partijen meer dan 20 jaar gewerkt in de grootste logistieke firma in de wereld. De voorbije 6 jaar ben ik er verantwoordelijk geweest voor de transportactiviteiten in België en ook voor het milieumanagementprogramma. Waarom vertel ik dat? Omdat in zo'n bedrijf, zo'n wereldwijd bedrijf, probeert men toch de vinger aan de knip te houden met betrekking tot de wereldwijde evoluties, om daarop in te spelen, om ook in de toekomst uiteraard te kunnen blijven bestaan en te blijven functioneren. De voorbije 5 jaar hebben wij gezocht naar alternatieve brandstoffen. We hebben er verschillende getest en we hebben er één gevonden die we denken, die ik nu vanavond aan u wil voorstellen, omdat we denken dat er een zeer interessante brandstof is. Dat betreft natuurlijk gas dat jullie kennen. Jullie koken er thuis op, jullie verwarmen er jullie woning op, kunnen ook uw auto er laten op rijden. In de vorm van natuurlijk gas, gecompresseerd natuurlijk gas, of zelfs een vrachtwagen kun je daarop laten rijden. En dan spreken we over LNG, liquide, vloeibaar natuurlijk gas. Het voordeel van die brandstof is dat die goedkoper is. Je kan daarvan profiteren, ik ga daar zelfs wat meer uitleg over geven. Die gas is ook veel milieuvriendelijker dan het huidige diesel, de dieselbrandstof. Milieuvriendelijker wat betreft opwarming van de aarde, broeikasgassen, veel minder uitstoot van broeikasgas. En oneindig 96% minder uitstoot van kankerverwekkende stikstofoxides die onze gezondheid bepaalt. Ik ga u kort de achtergrond schetsen waarom dat we tot dat alternatief gekomen zijn en waarom dat we denken dat we alternatieven moeten zoeken. En ik ga u ook uitleggen wat het de voordelen zijn en ik ga u dat aantonen. Een beetje achtergrondinformatie. 400 jaar geleden, 16e eeuw, van Helmont was een Vlaming, een dokter, een fysicus, maar vooral een heel goede waarnemer. Die heeft vastgesteld dat planten, als die groeien, dat dat niet komt omdat zij grond waarin wortels staan omzetten naar koolstof. De plant is opgebouwd uit koolstof. Hij heeft voor de eerste keer vastgesteld dat een plant eigenlijk gas, het huidige broeikasgas, koolzuurgas, gebruikt om te groeien. Hij heeft trouwens ook het woord gas uitgevonden dat nu nog in de hele wereld gebruikt wordt, afgeleid van het Griekse chaos. Van Helmont heeft ook vastgesteld dat bij verbranding van plantaardig materiaal, van koolstof, dat er dus koolzuurgas, het huidige koolzuurgas, het broeikasgas waar dat zoveel rond te doen is, ontstaat. Tijdens het carboon, 400 miljoen jaar geleden, ik neem nu een geweldige sprong in de tijd, het carboon, weer een tijdsperiode, carboon, carbon, het Engelse voor koolstof, een periode tussen de 400 miljoen en de 360 miljoen jaar geleden, werden geweldig grote hoeveelheden van dat plantaardig materiaal in de aarde opgeslagen, in de vorm van veen, steenkool enzovoort. Dat maakte dat de hoeveelheid koolzuurgas in de atmosfeer tijdens die 60 miljoen jaar zakte van 800 ppm, 800 parts per million, dus 800 deeltjes in de atmosfeer, zakte naar onder de 300 deeltjes. Waardoor dat ook de temperatuur op de aarde zakte, omdat juist dat koolzuurgas in de atmosfeer zorgt dat de infraroodcomponent van de zonnestraal, de warmtestraling, blijft hangen in de atmosfeer. Tijdens het carboon, 400 miljoen jaar geleden, ik neem nu een geweldige sprong in de tijd, het carboon, weer een tijdsperiode, carboon, carbon, het Engelse voor koolstof, periode tussen de 400 miljoen en de 360 miljoen jaar geleden, werden geweldig grote hoeveelheden van dat plantaardig materiaal in de aarde opgeslagen, in de vorm van veen, steenkool. De laatste 100 jaar uiteraard enorme hoeveelheden olie beginnen verbranden. Dat maakt dat we nu, we hebben dat allemaal gehoord de laatste dagen in de pers, in 2013 terug op 400 ppm koolzuurgas in de atmosfeer zitten, wat dat ontegensprekelijk aangeeft dat de aarde aan opwarming is. Daarnaast verbruiken we dus enorme hoeveelheden van die koolzuurstoffen, die koolstoffen. Bijvoorbeeld olie verbruiken we vandaag 85 miljoen vaten. Dat komt overeen, als je dat visueel zou willen voorstellen, met de grootste waterval van Europa, die staat in IJsland. Daar stort per seconde, 24 uur op 24, 7 op 7, 200 kubieke meter water naar beneden. Dat is de hoeveelheid olie die wij vandaag per seconde verbruiken in de wereld. Dus 200.000 liter, of 85 miljoen vaten, of 15 miljard liter olie per dag verbruiken we. Als je dat visueel voor wilt stellen, dat is een plas water van Antwerpen tot Knokkezoet, van dus 100 kilometer lang, op 10 meter breed of 15 meter hoog. Dat verbruiken wij vandaag aan olie. Juist voor de Tweede Golfoorlog kostte een vat olie $17. Vandaag kost datzelfde vat olie amper 14 jaar later $100. Niet alleen stijgt de prijs van olie constant, de vraag blijft ook stijgen. In 1800 waren er met minder dan 1 miljard mensen op de wereld. 1900 met 2 miljard mensen, ondertussen met 7 miljard. En binnen dit en 20 jaar komen er nog eens 2 miljard mensen bij. Dat is niet zo belangrijk. Belangrijker is dat de middenklasse in de wereld enorm stijgt. Bevolkingsaantal dat zich situeert in de middenklasse. We zijn nu met 1,5 miljard veelgebruikers, middenklasse mensen. Binnen één generatie wordt er geschat dat dat aantal meer gaat verdubbelen. Aan de andere kant is peakoil bereikt. We gaan nooit meer kunnen oppompen dan vandaag. Dus de prijs zal altijd maar stijgen. Ander probleem met betrekking tot oliebevoorrading is dat die olie komt uit instabiele regio's in de wereld. En dan zijn er nog een aantal elementen die we toch ook in oogschouw moeten nemen. Opwarming van de aarde, verbranding van fossiele brandstoffen heeft daar een belangrijke impact. En ook, mogen we ook niet onderschatten, bijvoorbeeld in een vervuilde regio op het gebied van luchtvervuiling als Vlaanderen. Begrijpelijk, want hier is veel economische activiteit, maar de luchtvervuiling heeft toch ook te maken met het feit dat we grote hoeveelheden diesel bijvoorbeeld verbranden, niet alleen om onze vrachtwagens voor te bewegen, maar ook om onze auto's. Wat denken wij nu daar te kunnen aan doen? 1. We zullen veel minder energie moeten verbruiken in de toekomst als dat we vandaag doen. Daar doen we allemaal inspanningen voor. Maar we denken ook dat we naar alternatieven gaan moeten zoeken. We hebben verschillende alternatieven bestudeerd en we denken dat we een heel goed alternatief hebben gevonden. Ook een interessant alternatief voor privémensen, voor privévoertuigen enzovoort. En daar ga ik nu concreet meer iets over vertellen. Alternatief betreft CNG, gecompresseerd natuurlijk gas. Wat is daar nu zo speciaal aan? U kent allemaal gecompresseerd natuurlijk gas, want u kookt er thuis op of u verwarmt erop. Eigenlijk heb ik het hier over aardgas, maar dan in gecompresseerde vorm, zodanig dat je dat ook kunt meenemen in uw voertuig kan laten opvoeren. Een derde belangrijk voordeel van rijden op aardgas, CNG, vandaag is dus die metaancomponent, ik kom er nog even op terug, die bevat dus 4 atomen waterstof. Dat maakt dat methaan perfect te combineren is met waterstof. Waterstof die je door elektrolyse kan aanmaken, zonder vervuiling. Je krijgt dan waterstof bij verbranding. Als je waterstof koppelt aan zuurstof in een verbrandingsmotor, dan krijg je H2O, water. Dus waterstof wordt door sommigen gezien als de ultieme energiedrager van de toekomst, omdat dus zowel de productie als het verbruik ervan geen vervuiling oplevert. Die waterstof die kan je dus perfect ook in je aardgasvoertuig tanken. Toch tot 25-30%. Bijvoorbeeld de mensen van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, de studenten daar, samen met professor Pequeur, hebben aangetoond bewezen dat dat kan. Waterstof zijn verschillende nadelen aan. We hebben dat een paar weken geleden nog gezien op de expressweg naar de kust. Die wagen die dat daar gekanteld was, dat was waterstof, zeer ontvlambaar, zeer gevaarlijk goedje. Dus niet vanzelfsprekend in een auto dat te gaan transporteren. Maar wat kan je doen met dat waterstof? Je kan dat dus opnieuw koppelen aan CO2, broeikasgas. Wat krijg je als je H2 koppelt aan CO2? Dan krijg je CH4. Opnieuw, wat ik er juist heb laten zien, die methaanmoleculen. Dus zo produceer je eigenlijk via een omweg CO2-neutraal, elektronisch of elektrisch aangemaakt aardgas of aangemaakt methaan. Wat je dus dan weer perfect in uw voertuig op CNG kan gebruiken. Vandaag is CNG, gecompresseerd natuurlijk gas, en LNG, liquide, vloeibaar natuurlijk gas voor vrachtwagens, in Vlaanderen, in België, relatief onbekend. Dat is een heel spijtige zaak. Als je naar onze omringende landen kijkt, Nederland, Duitsland, maar zeker ook Zwitserland en Italië, is dat die gasbrandstof enorm in opkomst. Bijvoorbeeld in Italië rijden ondertussen 600.000 voertuigen op CNG. Ook in Duitsland ondertussen 100.000 voertuigen op CNG. Omdat die voertuigen in die landen zo populair zijn, wordt ook die voertuigen aangeleverd door de fabrikanten als een Mercedes, als een Fiat, als een Iveco, als een Volkswagen. Onderhouden door techniekers van Volkswagen enzovoort met fabrieksgarantie. Dus geen enkele reden om dus vandaag niet op CNG te rijden en wij denken dan ook dat we allemaal het voorbeeld kunnen geven dat het tijd is voor verandering. In het bedrijf waar ik verantwoordelijk was voor de transportactiviteiten hebben we aangetoond dat CNG een perfect alternatief is. We hebben dat aangetoond door meer dan 2 miljoen kilometers te laten rijden door meer dan 50 verschillende couriers in zeer moeilijke, zeer stresserende omstandigheden. En een courier die denkt niet aan zijn rijkunsten als hij aan het rijden is, die gaat er gewoon voor. We hebben ook meer dan 40 verschillende voertuigen getest en we zijn tot de conclusie gekomen dat CNG vandaag perfect technisch haalbaar is. We hebben geen enkel mankement gehad aan die voertuigen dat te maken had met het rijden op CNG. Daarnaast hebben we aangetoond dat we veel minder broeikasgassen hebben uitgestoot, 25% minder broeikasgassen uitgestoot en we hebben 96% minder kankerwekkende stikstofoxides uitgetoond. Dat zijn niet mijn cijfers, dat zijn cijfers van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen en de Universiteit van Wenen in Oostenrijk, waar we mee hebben samengewerkt en die testen, die metingen hebben laten uitvoeren. Maar het vierde punt, en waarschijnlijk toch wel voor een bedrijf, we moeten dat niet onder stoelen of banken steken, en misschien ook voor de particulier wel het belangrijkste punt is, dat we vandaag hebben aangetoond dat rijden op CNG ook goedkoper is dan rijden op diesel. Ik moet heel eerlijk zijn, vandaag nog niet echt veel goedkoper, maar het gaat toch over verschillende centen per kilometer goedkoper. Maar naar de toekomst toe zien we de evolutie dat diesel eigenlijk altijd maar duurder wordt en dat de aardgasprijs eerder losgekoppeld wordt van de dieselprijs en dus niet die prijsstijgingen van diesel in dezelfde mate zal blijven volgen. Wij hebben 4 jaar geleden de invoerders, zoals een Mercedes, zoals een Volkswagen en een Opel, onder druk gezet om die voertuigen toch in te voeren in België. Want waarom zouden ze die invoeren? Er was eigenlijk geen vraag naar die voertuigen. Maar vandaag komen er op de markt meer en meer voertuigen af fabriek die voertuigen aanbieden. Je kan meer informatie vinden over aanbieders van voertuigen op de website www.cngdrive.be. Naast de alternatieve brandstof CNG voor voertuigen zijn wij nu ook aan het kijken of dat we niet onze vrachtwagens, niet op CNG dan, maar op vloeibaar aardgas, juist dezelfde component kunnen laten functioneren. Het grote voordeel van LNG is dat je dan in verhouding tot CNG nog eens 3 keer zoveel brandstof in dezelfde volume hoeveelheid kan meenemen. Wat kan u nu doen om van dit verhaal een succesvol verhaal te maken? Eerst en vooral, u kan beginnen profiteren van die goedkopere en meer milieuvriendelijke brandstof. En 2, door er zelf van te profiteren, helpt u ook mee het verhaal van het kip of het ei te doorbreken. U zal er mee voor zorgen dat er meer afnamers komen of consumenten komen, geïnteresseerden komen, waardoor dat er ook meer voertuigen zullen aangeboden worden in de nabije toekomst en ook meer tankstations zullen ontwikkeld worden. Ik dank u heel vriendelijk voor uw aandacht.